Alweer een wereldpremieur in Knokke-Heist. Naast mij staat Tuur de Koning van Fastnet. Een wereldpremieur, zei ik, of vergis ik mij? Een hele wereldpremieur is het niet, maar dit is wel het allergrootste laadstation van Fastnet in België. En zo zijn er in Europa op dit moment nog maar een handvol. Dus er is wel zeker een Belgische primeur en een mooi Europees randje eraan. Een reuze laadstation, laat het mij dan zo stellen. Hoe reuze is dat dan wel? Dit laadstation kan eigenlijk 12 elektrische wagens op hetzelfde moment opladen. En die kunnen allemaal een vermogen krijgen tot 400 kilowatt. Dat is eigenlijk het equivalent van 100 kilometer erbij laden in 3 minuten tijd. Tevreden dat zoiets zich in Knokke-Heist heeft neergepoot? Moeilijk om de kogel door de kerk te krijgen? Of hoe is dat allemaal? Of is dat allemaal van een leien dakje gelopen? We zijn eigenlijk zeer tevreden dat we hier zitten. We zoeken naar een Europees netwerk eigenlijk. De toegangsweg hier naar Knokke is een van die interessante locaties met veel passage waar wij als Fastnet willen aanwezig zijn. Qua locatie verkrijgen, wij hebben in de tijd heel lang al de regio hier gescout. Omdat we wisten van kijk, hier willen we een laadstation neerzetten en dat kan hier ook goed draaien. Uiteindelijk hebben we dat kunnen verkrijgen via een openbare aanbesteding. En we zijn nu heel blij dat we hier het station ook effectief hebben gerealiseerd. Jullie zoektocht, zo zal ik het zeggen, gaat blijkbaar verder. Er moeten er nog meer uit de grond gestampt worden dan, denk ik. Dat klopt. We hebben dus nu 28 operationele stations in België, maar er zitten er nog eens zoveel in onze pipeline voor de komende jaren. En is daar ook een tijd op gekleefd? Wij hebben als doel om 1000 laadstations in Europa te hebben tegen 2030. Het exacte doel voor België laten we daarbij eigenlijk in het midden. Maar sowieso houden we de pers in andere regio's de volgende weken in de gaten, want er komt nog het een en ander bij. Werk aan de winkel. Zeker waar. Succes. Dank u wel. Ja, burgemeester, alweer een parel aan de kroon. Zo ga ik het stellen, in één keer. Ja, het is een parel, maar ook een mijlpaal voor Knokke-Heist. Het is het eerste 400 kilowatt laadstation. We zijn daar ongelooflijk blij mee. U weet, Knokke-Heist heeft ingetekend in het Klimaatpact 2030, waar dat wij voorzien hebben voor genoeg laadvoorzieningen te hebben in onze gemeente. We hebben ook terug een tweede uitrol gedaan van laadpalen in het straatbeeld. Maar dat was hier de schakel die ontbrak. Een echte full fast laadstation van 400 kilowatt. En we danken de medewerkers van Fastnet voor dat voor ons te realiseren. Ik denk dat het een enorme meerwaarde zal zijn. Als ik hoor, in 3 minuten is uw auto opgeladen voor 100 kilometer. Dus faster kan het niet. Dus ik denk dat dat voor de gemeente Knokke-Heist een hele grote meerwaarde is. Fastnet was daarin de ideale partner, meen ik begrepen te hebben? Ja, Fastnet is een van de marktleiders. Hier nu, dat station in Knokke-Heist is reeds een 28ste laadstation in België. Dus ik denk dat we daar een goede partner gevonden hebben. Verder uitbouw wordt er ook nog over nagedacht. Het is niet klaar met dit station, denk ik dan. Ja, voorlopig gaan we hierbij houden. Maar we hebben nog verschillende snellaadpalen ook in onze gemeente. En we hebben nog de derde uitrol van de laadpalen in onze gemeente. We willen wel echt hebben dat de bewoners, laten we zeggen, binnen een straal van 300 meter een laadpaal kunnen vinden om een auto op openbaar domein op te laden. Ook hier heeft Knokke-Heist de boot niet gemist, hè? Of de auto. Nee, dat is inderdaad, het is de auto niet gemist. We moeten mee met onze tijd en sommige beslissingen moeten zeer rap genomen worden. We zijn al altijd vooruitstrevend geweest in heel veel zaken. En nu zijn we toch wel heel fier, ook in het laadstation, dat we als eerste laadstation in België met zo'n snelheid kunnen werken. Bedankt, burgemeester. Graag gedaan. Voilà, we hebben inderdaad opnieuw kennis gemaakt met een semi-wereldprimeur hier in Knokke-Heist. Het laadstation bij uitstek. Toppie!